In spanning stonden de kinderen bij de molen te wachten op de goede Sint. Komt hij wel of niet? En voorafgegaan door een fietskar waar allemaal pakjes op lagen en vele pieten die snoepgoed uitdeelden, zagen wij dan eindelijk Sint-Nicolaas in een open auto. En wie zat aan het stuur? Trappedoeli, al heel veel jaren de trouwe knecht van de Sint. Samen vriendelijk zwaaien naar de kinderen. Wat wil jij van Sinterklaas vragen? Pepernoten. Twee handen vol, denk ik. Ja. En voor het cadeautje? Ja. Wat wil je daarvoor hebben? Radio. En heb jij je lijstje uitgedaan? Ja, ik wel. Wat staat er allemaal op? Ja, heel veel. Wat? Ja, heel veel dingen van PSV en van voetbal en zo. Dat is leuk. En niks van Audacia? Nee, dat kan niet. Oh, waarom niet? Ja, geen shirts en zo, hè. Oh. Ik vind wel dat jij heel mooi gekleed bent. Ja. Mooie muts op. Ja. En goed zwart gemaakt. Ja. Kun je direct wel meelopen? Nou, dat denk ik niet. Hallo. Welkom. Welkom, zwart. Dag jongens, hè. Oh, leuk. Ja. Ja, geweldig. Veel, heel veel kinderen hadden een verlanglijstje gemaakt die de Sint in ontvang nam en dan, vol verwachting, klopt mijn hart. Het laatste stuk ging de Sint lopen om alle kinderen een hand te kunnen geven en te luisteren naar de vele vragen. Op het bordes sprak de burgemeester de goedheilige man in welkom toe en was verbaasd dat de pieten zo'n dikke buik hadden. Maar hij wist niet dat ze vorige week stiekem veel, heel veel snoep hadden gegeten. Welkom hier vandaag, Sinterklaas in Boerenkool! Het mooiste dorp van Nederland! Oh, ik dacht van de wereld. Het moet even. Dino, waar is hij? Jongens, roep even Dino, zo hard als je kunt. Hè? 1, 2, 3... Nee, hij hoort het niet. We doen het even één keer. 1, 2, 3. Ja! Ah, iemand houdt zijn oren dicht, zag ik. Zeg, Dino, hoor je me nu? Kom eens even hier, jongen. Kom eens even. Oh, dat gaat niet echt snel, zeg. Zie je dat? En Toto, waar is Toto? Toto, ik zie hem niet. Zullen we ook even Toto op, jongens? Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ja! Heeft hij het gehoord? Ik hoor ergens een stem, jongens, maar ik zie hem niet. Waar is hij? Och, daar komt hij aan, zeg. En daar komt Dino aan.
Oh, je ziet het al, ze komen bijna de trap niet op. Oh jongens, dit is, zeg, ondanks alle feestvreugde en alle gezelligheid die we ook met elkaar gaan beleven. Hè, ik kom natuurlijk weer 2 dagen in Moergestel, hebben we toch een probleempje. En, ik heb een oplossing. Heeft u een oplossing, meneer de burgemeester? Dat zou ik heel fijn vinden. Sint, ik heb echt een oplossing. Want deze heren moeten afvallen. Het is goed dat ze een keer in beweging komen, dat ze werken, dat ze even hun spieren gebruiken, dat er wat vet verdwijnt. En wat maken wij nou wel eens in Moergestel mee, dat de jeugd uitgaat, dat ze lekker plezier maken en wat drinken en op de terugweg naar huis, dan gooien ze zo eens wat dingen om. En zo Sinterklaas staat daar bij die woning, daar staat een keetje, een mobiele wc. En die hebben ze gisteravond omgeduwd. En als deze 2 dikke vette pieten nou eens even het werk willen doen om dat ding recht te zetten, dan geven ze het goede voorbeeld aan de jeugd van Moergestel. Ook vroeg de burgemeester of de pieten een omgevallen kast recht konden zetten. Maar de pieten waren niet sterk genoeg. Dus moesten de kinderen helpen. Hallo, aan deze kant. Aan deze kant. Hey. Ja! Met de kindjes ging het wel samen. Dankjewel hoor. Goed, dankjewel kindjes. En nu vanavond de schoen klaarzetten. En hopen dat hij morgen vroeg gevuld is met wat lekkers.